Waarom kweken we straks onze kleding in de moestuin? Dit is de Universiteit van Nederland. Kleding die Eugène, Seta en ik hier dragen is duurzaam, diervriendelijk en eerlijk gemaakt. En de nieuwe textiele materialen die we hier op tafel hebben staan en liggen, kunnen eigenlijk zo de groenbak in en dragen dus niet bij aan het textielafvalprobleem waar we op dit moment enorm last van hebben. Ik heb een enorme passie voor mode, al hele lange tijd. En daarom ben ik op mijn 18e aan de Modeacademie in Amsterdam gaan studeren. Daar leerde ik echter dat hoe mode gemaakt wordt verre van glamorous is en juist ten koste gaat van mens en milieu. Dus er kwam de vraag op, hoe kan ik mij nou goed voelen in kleding die door kinderen is gemaakt en rivieren in toxische wateren doet veranderen? Ik realiseerde me dat het bedrijfsmodel drastisch moet veranderen. Inmiddels doe ik onderzoek aan de Universiteit Wageningen om die mode-industrie dus veel duurzamer te maken. Maar wat is nou de link tussen mijn onderzoek en deze prachtige jurk? De textielindustrie is enorm vervuilend. Neem nou bijvoorbeeld jouw spijkerbroek. De katoen voor je spijkerbroek heeft gegroeid op een katoenveld in India. Vervolgens is die verscheept naar China, waar het gesponnen is tot draden, geweven tot stof, geverfd en gebleekt met tal van chemicaliën. Daarna is de stof naar Bangladesh vervoerd om te worden genaaid tot jouw spijkerbroek. En in Europa uiteindelijk terechtgekomen in de winkel en bij jou, de eindconsument. Dit alles tezamen maakt dat de industrie verantwoordelijk is voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En dan hebben we het nog niet eens over de wasmachine die jullie allemaal gebruiken om die spijkerbroek te wassen en die dus heel veel water verbruikt. Dat maakt dat mode na olie de grootste vervuiler ter wereld is. De afgelopen 20 jaar is de productie van kleding met 400% gestegen tot 80 miljard nieuwe kledingstukken per jaar. En het fenomeen van fast fashion is enorm gegroeid. Dus we kopen veel meer van slechtere kwaliteit. We dragen het korter en dan gooien we het dus ook weer heel snel weg. En dat is ook met name waar ik me in dit college op richt. Die enorme textielafvalberg die dan dus ontstaat. We blijven natuurlijk wel met z'n allen dol op mode. Dus mijn onderzoek gaat naar duurzaamheid zonder dat we daarbij met z'n allen in jute zakken hoeven rond te gaan lopen. En ik ben ervan overtuigd dat we met de kennis en ervaring die we nu ontwikkelen in de wetenschap echt grote stappen kunnen maken. Maar om die verandering in mode te begrijpen, moeten we het hebben over ons economische systeem. We leven namelijk op dit moment nog heel erg in een lineaire economie, waarbij we waardevolle grondstoffen onttrekken aan de aarde, die worden tot producten gemaakt en die worden vervolgens tot afval gereduceerd. Maar de Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. En dat houdt in dat we afval als grondstof gaan zien en beter producten gaan ontwerpen, niet dat ze tot afval verworden, maar tot voeding voor nieuwe producten in een gesloten kringloop. We kunnen daarbij putten uit de natuur en inspiratie daar vandaan halen, want daar is helemaal geen afval. Als we bijvoorbeeld denken aan een herfstbos, bladeren die in de herfst van de bodem vallen, leiden niet tot bodemverontreiniging, maar tot voeding voor die bodem. We moeten dus echt een transitie maken van een lineair naar een circulair modesysteem. Het huidige systeem daarbij actief afbreken. Gedragsverandering te bewerkstelligen en op een andere wijze gaan creëren, organiseren en consumeren. Dat kan ik laten zien aan de hand van deze twee transitiecurves. Boven zien we het oude systeem, het huidige systeem, wat we op dit moment met name aan het optimaliseren zijn. Dus we proberen eigenlijk het huidige systeem minder slecht te maken, terwijl natuurlijk zouden we het inherent eigenlijk goed moeten doen. We zijn het namelijk aan het fixen. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van allerlei certificeringsstandaarden voor de mode, waardoor de consument door de bomen het bos eigenlijk niet meer kan zien. Het is echt verwarrend. En het leidt niet tot een fundamentele systeemverandering.
Even nog terug naar die textielafvalberg. Want misschien denken jullie, helpt het dan niet om in ieder geval mijn kleding in een textielcontainer te gooien als ik erop uitgekeken ben? Of... Ook dat helpt niet meer, want Afrikaanse landen, waar het tot nu toe meestal naartoe verscheept werd, die hebben gezegd, houden jullie je oude textiel maar. Wij willen namelijk de markt ontwikkelen in onze eigen landen en werkgelegenheid creëren. Dus we willen het gewoon niet meer hebben. Dus dat maakt dat het nog belangrijker wordt voor ons landen hier in Europa om op een creatieve manier met het textiel af om te gaan en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen om daarmee te dealen. Naast dat we het huidige systeem aan het fixen zijn, zijn er gelukkig pioniers bezig met nieuwe oplossingen. Het zijn vaak ondernemers die een nieuw duurzaam merk in de markt zetten en een eerlijke waardeketen ontwikkelen. Dan wil ik heel graag mijn modellen even het podium opvragen om die nieuwe bedrijfsmodellen aan de hand van wat zij dragen toe te lichten. Want Eugène, jij hebt een outfit aan die volledig duurzaam gemaakt is. Laten we even beginnen bij jouw overhemd, je shirt. Dat is gemaakt van hennep. Nou, hennep is een veel duurzamer gewas dan katoen. Het groeit namelijk veel sneller. Het heeft een sterkere vezel, dus gaat langer mee. Er wordt ook veel minder water en veel minder chemicaliën gebruikt bij het proces van het kweken van hennep. En we kunnen het lokaal verbouwen, hier bijvoorbeeld in Gelderland, waardoor er minder transport en CO2-uitstoot nodig is. Maar hoe zit dat nou, zo'n hennep-shirt? Het zit heel erg comfortabel. Ja. Het heeft een beetje, zeg maar, het comfort van linnen, wat in de zomer prettig is om te dragen, omdat het luchtig is. Ja. Maar het is ook heel zacht, valt me op. Het is echt aangenaam zacht, een beetje zoals zijde ook kan zijn. En het is heel, ja, het draagt heel ontspannen, heel casual, wat katoen vaak ook wel heeft. Ja, precies. Nou, fijn. Hey, jouw broek is geleased. Dat houdt in dat je maandelijks een bedrag betaalt om hem te kunnen dragen. En na een maand of 6 kun je zeggen, ik wil een nieuw model, ik ruil hem in. En jouw jasje is gemaakt van gerecyclede denim, dus van spijkerbroeken. Dat is natuurlijk, het recyclen van stof is ook een heel mooie oplossing om met het textielafvalprobleem om te gaan. Afval heeft vaak een slechte reputatie. En op dit moment is nog maar 1% van onze textiel heeft gerecyclede content. Hoe zit dat jasje voor jou? Persoonlijk hou ik altijd wel van een beetje casual, met een tikje chic. En daar voldoet het jasje, vind ik wel, aan. Ja. Het is gekleed, ja. Maar niet te gekleed. En het draagt ook weer comfortabel. Ja, en het zit je als gegoten. Even voor de duidelijkheid, dit is niet zijn eigen kleding. Dat hebben we voor vanavond hebben we gevraagd of hij dat aan wilde doen. Dat geldt ook voor Seta. Seta, jij bent een jurkje uit gaan zoeken vorige week, speciaal voor vandaag, bij de kledingbibliotheek. Ja. Had je daar ooit eerder van gehoord? Nee, daar had ik nooit eerder van gehoord. Nee. Hey, en hoe was het toen jij die kledingbibliotheek inliep? Ik vond het eigenlijk wel... Ja, ik vond het heel leuk, want het zag er eigenlijk uit als een heel gewoon boutiqueje. Ja. Met hele leuke kleding. En ik was sowieso mijn kast al aan het verduurzamen, maar ik was vooral bij vintage winkels aan het kijken. En dit was toch wel wat chiquer eigenlijk. Wat chiquer, ja. Hey, is dat nou wat voor jou om dan voortaan kleding te gaan lenen? Ik zou graag willen, maar ik woon in Rotterdam. En in Rotterdam heb je geen fashion library, alleen in Amsterdam. Oké. Okay. Dus de conclusie is, er is belangstelling voor dit soort nieuwe bedrijfsmodellen van kleding te lenen, maar er zijn er nog veel te weinig van. Tip. Super bedankt. Ik neem de microfoon van jou over en ik wil een daverend applaus voor deze twee prachtige modellen. Nou, wat heel tof is om te zien, is dat we dus eigenlijk merken met ons onderzoek dat eigenaarschap steeds minder belangrijk wordt. Dat zien we ook bij de digitale generatie die kleding koopt, een Instagram-selfie maakt en het vervolgens eigenlijk zonder verder te dragen terugbrengt naar de winkel. En dan kan je je afvragen, is het dan niet logischer om het te lenen in plaats van te kopen? Nou, wat we dus zien is dat nieuwe bedrijfsmodellen om kleding langer te gebruiken en technologieën om kleding te recyclen zijn superbelangrijk voor die transitie waar ik het net over had. Maar ze richten zich niet op een fundamentele verandering van het modesysteem.
Want waarom is er nog steeds zoveel textielafval wat we dan vervolgens moeten gaan recyclen? Kunnen we niet doen met minder afval en produceren zoals de natuur dat bijvoorbeeld doet? Dan kom ik bij deze bijzondere voorwerpen hier op de tafel. Namelijk dat we ook onderzoek doen met vernieuwers die het over een radicaal andere boeg gaan gooien. Dat zijn vaak ontwerpers die bijvoorbeeld met mest, groene thee, algen, nieuwe textiele materialen ontwikkelen. Nou, daarvan heb ik een paar voorbeelden meegenomen. Onder andere dit portemonneetje, wat gemaakt is van mycelium. Dat is een paddenstoelensoort. Het voelt heel zacht aan. Ik geef het ook gewoon eventjes aan je door. En het bedrijf wat nu dit materiaal aan het ontwikkelen is, is ook aan het kijken of ze dat als isolatiemateriaal in outdoor kleding kunnen verwerken. Nou, deze schoenen zijn gemaakt van Pinatex. Dat is een materiaal gemaakt van ananasschillen. En achter mij zien jullie een video een degradatieproces van een jurk over een tijdsbestek van 30 dagen. Dus over hoe zo'n jurk zeg maar aan de natuur blootgesteld wordt en dus degradeert. En dat is onderdeel van lopend onderzoek wat we doen met een ontwerper naar nieuwe materialen gemaakt uit zeewier en plastic soep uit de oceaan. En dan dus dat het op deze manier weer tot voeding voor de bodem kan worden. Nou heb ik ook nog hier een heel bijzonder lapje liggen, waarvan ik nog niet ga zeggen wat het is. Wie zou dat eventjes willen voelen en mij vertellen waar het van gemaakt is, denk je? Nou, het is iets anders dan mijn spijkerbroek. Het is mega flexibel en een beetje leerachtig, maar wat het is... Rubberachtig. Beetje rubberachtig. Maar geef het een wild guess. Waarvan denk je dat het gemaakt is? Ja. Nee, iets dierlijks. Iets dierlijks. Zal ik het maar gewoon verklappen, jongens? Ja? Het is van kwallen gemaakt. Aangespoelde kwallen. Die dus op een bepaalde manier geconserveerd worden, uitgedroogd worden. Net zoals dat we vis eigenlijk conserveren. En dan kunnen we daar dus een soort leerachtig, rubberachtig materiaal van maken. Het mooie is aan dit soort materialen is dat ze vaak antibacteriële eigenschappen hebben, biologisch afbreekbaar zijn. En dan zou je je kunnen voorstellen dat fast fashion geen probleem meer hoeft te zijn. Want stel je voor dat we deze materialen echt gaan dragen. Nou, misschien dragen we ze maar 5 keer, net zoals we dat nu doen met fast fashion. Maar dan kunnen we ze gewoon in de groenbak gooien. Dus niet bij die grote textielafvalberg. Hoe interessant zou dat kunnen zijn? En als jullie nou je afvragen, wanneer kunnen we dit soort materialen in de winkel verwachten? H&M heeft eerder dit jaar een exclusieve collectie gelanceerd, waarin onder andere Pinatex, dus leer van ananasschillen, verwerkt zit. Je ziet het hier op het jasje zitten. Maar de vraag is, willen we dit allemaal wel? Willen we in de toekomst t-shirts van algen gaan dragen? Daarom doen we ook consumentenonderzoek in Wageningen. En we zien dat gedrag cultureel diep verankerd zit. En dan komen we er eigenlijk achter dat circulariteit helemaal niet alleen gaat over materiaalstromen, maar ook vooral over waarden. Niet alleen onze eigen waarden, maar ook hoe we waarden toekennen aan dit soort nieuwe materialen. Of hoe we ze verwaarden, zou je kunnen zeggen. Op dit moment ligt de focus nog enorm op economische waarden in onze maatschappij, terwijl we de sociaal en de planeetvriendelijke waarden nauwelijks in ogenschouw nemen. Maar wat gezegd van de waarde van draagcomfort, zoals we net zagen bij Eugène. Of de esthetische waarde, hoe het eruit ziet. Of misschien is die jurk die je graag draagt nog van je oma geweest en heeft het dus ook emotionele waarde. We merken dus dat een andere denkwijze echt super cruciaal is. En dan komen we bij de vraag, wat is nou nodig op persoonlijk niveau? Wat heeft nou voor jou waarde? En als jullie denken, ik schets een utopisch beeld, we zien echt uit onderzoek dat bewustwording onder consumenten enorm groeit. Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat de komende 10 jaar de tweedehandsmarkt voor textiel groter dan fast fashion zal worden. Dus dat is echt goed nieuws. De consument staat duidelijk open voor andere vormen van kleding consumeren. Terugkomend op de hoofdvraag van dit college. We hebben gezien dat de textielindustrie enorm vervuilend is en dat we radicaal nieuwe oplossingen moeten
verzinnen en zoeken en onderzoeken om de industrie te verduurzamen. En daarbij is innoveren en experimenteren cruciaal. Mijn onderzoek draagt een steentje bij aan met name kijken hoe we nou dit soort producten kunnen gaan vermarkten. Dus naar nieuwe duurzame bedrijfsmodellen voor de kledingindustrie. Vorig jaar was ik op een hele bijzondere tentoonstelling, State of Fashion in Arnhem, met mijn twee kinderen. En na afloop vroeg mijn zoon, mam, gaan wij dan over 10 jaar een jasje van broccoli dragen uit eigen tuin? Mijn antwoord en hoop is natuurlijk zeker weten.